Weet je nog in het begin van het seizoen, toen we gevraagd hebben of mensen willen meedoen met het meten van de helderheid van het Paterswoldse Meer? 17 mensen hebben zich toen opgegeven. En ik ga nu kijken hoe het is vergaan deze zomer. Ga je mee? Ik doe mee omdat ik deze zomer niet heb kunnen zwemmen vanwege de blauwe alg. En ik hoop door middel van deze metingen een bijdrage te kunnen leveren aan het onderzoek om de blauwe alg te stoppen, zodat we weer kunnen zwemmen. 49 centimeter. Kijk dan. Het is 16 graden. De wind komt uit het noorden. Daar is het noorden. Het is windkracht 2. Het is half bewolkt. En dat soort dingen noteer ik dan op de sheet. Hey Ruurt, collega! Hey, Marjol, hallo! Zo, waar zijn we? Even de helm af. Ja, we staan bij het Paterswoldse Meer, bij de Mannewiek, zo heet deze sloot. En dit is een beetje aan de zuidoostkant. Ja, dus ik ga straks op de steiger een doorzichtmeting doen. En dan, ik laat het wel even zien zo meteen. Nou, ik werk zelf bij het waterschap en een tijdje geleden ben ik ook bij het project betrokken geweest. Zodoende weet ik er iets van en ik woon in Haren. Dus ik kom hier ook geregeld. Ik vind het echt een leuk initiatief. Er doen veel mensen mee van de omgeving van het meer. Dus die worden er op die manier ook meer bij betrokken. Nou ja, dat kan hier natuurlijk hartstikke goed. Als ze mij openmaken, dan komt er geen bloed uit, maar water van het Paterswoldse Meer. Ik ben hier op mijn 15e ooit aangeland. En ik ben nooit weggegaan. Wat zijn je ervaringen met het meten? In het begin was het helder, maar naarmate de zomer vorderde werd het steeds ondoorzichtiger. Dus ik hoop dat dit een goede manier is voor jullie om uit te vinden wat er nu werkelijk aan de hand is, zodat je er ook wat aan kunt doen. Want deze zomer was het gewoon, het was heel erg. Het meer was nauwelijks geschikt voor recreatie. Ik doe mee aan de pilot van het Noorderzeilvest voor doorzichtmetingen, omdat ik al heel lang op het Paterswoldse Meer recreëer. Vanaf mijn 14e tot mijn nu 75ste bijna. De doormeetplekken die ik gekozen heb liggen vlakbij mijn huis. De ene is een heel stil watertje waar het heel natuurlijk is, maar ook nogal veel blauwalg. En de andere is juist veel opener omdat er de volle wind op staat zodra die westelijk of noordwestelijk of zuidwestelijk is. Dat geeft een heel verschil zo vlak bij elkaar. Dat was superleuk om mee te kijken met het meten van de verschillende mensen. Alle gegevens worden meegenomen in de aanpak en het onderzoek naar een betere waterkwaliteit van het Paterswoldse Meer. Want hoe meer we meten, hoe meer we weten. Dus, wordt vervolgd. Tot de volgende keer!